Eerst maak je een middenscheiding. Dan pak je aan de bovenkant een driehoekje en die verdeel je in drie strengen. De linkerstreng gaat onder eentje door en de rechterstreng gaat onder eentje door. Aan de bovenkant pak je er een nieuwe pluk bij en samen gaan ze er onderdoor. Datzelfde doe je ook aan de onderkant. Een nieuwe pluk erbij en samen onder eentje door. Aan de bovenkant haal ik een klein plukje van de streng en die leg ik even weg. Pak er een nieuwe strook bij en samen gaan ze er weer onderdoor. Datzelfde doe ik ook aan de rechterkant. Een plukje eraf, een nieuw plukje erbij en samen onder één streng door. Een klein plukje eraf, een nieuwe pluk erbij en samen onder één streng door. Dan pak je het verste losse plukje, die twist je een paar keer en dan gaat die ook onder één streng door bij de rest van het haar. Als je dit een paar keer hebt gedaan, ga je voorzichtig de lusjes wat losser halen. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!